Digikring Amsterdam. We organiseren dit soort avonden om onze leden, maar ook gewoon andere genodigde belangstellende op de hoogte te stellen van de laatste trends, ontwikkelingen en andere zaken die in ICT en nieuwe media land opgang vinden. Vanavond gaan we het hebben over open data. Nou, iedereen die een beetje de media weet te vinden, die weet dat open data op dit moment met name vanuit overheidswegen een grote vlucht aan het nemen is. De redenen erachter zullen we misschien ook vanavond te weten komen. Achtereenvolgens zullen Thijs van den Berg, TNO, kijken en dan nog een duo-presentatie vanuit de Amsterdamse gemeente met Katharine Gajas. Frank Grissen, kijk waar zit. Daar, sorry. En dan na de pauze een presentatie van Jan-Willem van Eck van Esri, die iets over geo-informatie zal vertellen en hoe daar met open data wordt omgegaan. Deze avond is ook een soort inleiding, niet alleen tot open data, maar ook tot de Innovation Award 2011. Die wij als Digikring organiseren. In 2008 hebben we het gedaan op het gebied van groene energie. En dan met name vanuit een ICT-perspectief bekeken. Hoe kan ICT bijdragen tot een duurzame energiehuishouding? Dit jaar gaan we het hebben over open data. En wat we gaan proberen is een prijsvraag samen te stellen voor iedereen die zich daartoe, gerechtigd, gemachtigd of. Die denkt van, nou, ik vind het wel leuk om mee te doen, uit te schrijven, waarin open data gecombineerd moet gaan worden tot een innovatief samenspel van informatiebronnen die waarde toevoegen aan een gebruiker. En dat dan via een app. Nou, open data app, dat zie je ook de laatste tijd steeds meer. Amsterdam heeft recentelijk een dergelijk initiatief georganiseerd. Daar zullen we ook waarschijnlijk vanavond wat meer over horen. De eerste twee sprekers zijn voor de pauze. Ergens rond, pak een beetje, 9:10 hebben we eventjes een korte koffiepauze. En dan gaan we door met de derde spreker. En daarna is er mogelijkheid tot discussie, netwerken, borrel. En dan willen we ook nog even een kleine circulaire rond laten gaan. Waarin jullie kunnen aangeven. Hij is meegenomen, oké, bedankt. Ja. Die jullie kunnen invullen om ons een beetje feedback te geven van wat we aan het organiseren zijn. Sluit dat een beetje aan bij jullie behoeften? Of is dit gewoon helemaal niet aan de orde? En moeten we gewoon het roer om gaan gooien als Digikring? Nou, dan wil ik Thijs van den Berg als eerste het woord geven. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Thijs van den Broek. Ik ben van TNO. Eer voor mij om hier vanavond te spreken voor jullie. Ik zal me kort even introduceren. Dan weten jullie ook mijn achtergrond. Jullie kennen onwaarschijnlijk TNO van heel veel technische zaken. Hè? Mannen in witte jassen die met chemie bezig zijn of dingen testen. Nou, er zijn dus ook onderzoekers bij TNO die juist de samenwerking tussen technologie en maatschappij meer bekijken. Wat zijn technologische trends in de maatschappij? En wat betekent dat voor de overheid, maar ook voor het bedrijfsleven? Ik zit op een afdeling die daar naar kijkt. Ik adviseer meestal Europese en Nederlandse overheden over wat zij vervolgens moeten doen. Met bijvoorbeeld een trend als open data. Dat is exact waarom ik ook dat hier kon presenteren. Ik heb vorig jaar een onderzoek gedaan voor het ministerie van Binnenlandse Zaken naar de trend open data. Vanuit de overheidsbril, dus dat zullen jullie straks ook merken. Wat gebeurt er? Waarom? Wat levert het op? Wat zouden de overheden ermee moeten? En vanuit dat onderzoek probeerden we ook Binnenlandse Zaken te adviseren wat ze moeten gaan doen. En het leuke is om te vertellen dat ze nu volgens mij tot mij bezig zijn met het antwoord formuleren op het rapport dat we geleverd hebben. Dus jullie horen daar meer over. Ik zal dus tijdens deze presentatie ook meer een helikopter view geven van open data. En aan het eind kun je natuurlijk gewoon van mijn presentatie wat vragen stellen. Wie is bekend met het begrip open data? Nou, bijna allemaal. Ik zal dan heel kort introduceren. De overheid verzamelt voor haar publieke taak eigenlijk ontzettend veel data. Denk aan geografische data, mobiliteitsdata, over de zorg, in het onderwijs, in bijna alle domeinen.
Die data zit vaak of in, nou ja, in databases van de overheid of in documenten, vaak ook ongestructureerd en niet leesbaar direct door machines. Sinds de afgelopen 5 jaar is de trend opgekomen om die data van de overheid juist in een formaat aan te bieden dat open, gratis, leesbaar door machines is. Via een API of in ieder geval of via een dataportal een catalogus te vinden. En het liefst eigenlijk ook koppelbaar. Dus dat je datasets aan elkaar kan koppelen en daardoor eigenlijk tot interessantere informatie kan komen. Open data, er zijn misschien overheden die er nog over twijfelen, maar het komt hoe dan ook. De Europese Commissie, je ziet hier Nelly Kroes, heeft ook besloten dat het een van de speerpunten is voor Europees beleid. Dus het is eigenlijk niet te stoppen. En je ziet in Nederland dat er steeds meer initiatieven gaan ontstaan om data van de overheid vrij te geven. Jonge ontwikkelaars, programmeurs, studenten, noem maar op, aan de slag met die data te laten gaan en apps en dergelijke te ontwikkelen. Nou, een van de is Apps for Amsterdam, en daar zal Frank natuurlijk straks alles over vertellen. En dit hebben jullie natuurlijk ook gemerkt. Minister Verhagen, er is politiek commitment nu in Nederland. Minister Verhagen wil open data vrij gaan geven en aan ondernemers geven om, hopelijk dat het een economische boost geeft. Ik zal eerst even kort vertellen waarom doen overheden aan open data. En we hebben gekeken naar 6 verschillende landen. Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, Australië, Denemarken, Spanje en Estland. En als je kijkt naar de redenen, je ziet 3 redenen eigenlijk ook vanuit de taak van de overheid naar voren komen. Democratie, zal ik zo meer op doorgaan. Law enforcement en eigenlijk handhaving van de wet. En dienstverlening vanuit de overheid. Nou, als je kijkt naar de democratische doelen voor open data, dan is Amerika nu een goed voorbeeld. De open government movement in Amerika is begonnen door, vooral door Obama eigenlijk. Die inzicht wilde geven in de lobbyisten die invloed hebben op de politici. In Amerika heb je best wel een beetje een stuk wantrouwen eigenlijk richting de overheid. Soms ook wel gezond wantrouwen. Dat is een belangrijke drijfveer om bijvoorbeeld je overheidsuitgaven inzichtelijk te maken via open data. Nou, een andere reden is innovatie van dienstverlening. Denemarken zit daar bijvoorbeeld sterk op. Ze hebben onderzocht dat als je data gaat vrijgeven naar de overheid, dat er nieuwe dienstverlening en nieuwe bedrijfjes ontstaan, die vervolgens ook weer belasting opleveren en daardoor eigenlijk de overheid eigenlijk meer geld oplevert, zodat zij het kunnen bekostigen dat ze data vrijgeven. Dus het is eigenlijk best wel ingenieurs. En bijvoorbeeld in Denemarken is berekend dat het 100 miljoen euro zou opleveren. Ja, vertel. Wil je opmerkingen en vragen tijdens de presentatie of daarna? Wat is handig? Ja, ik vind het prima als je het nu ook doet hoor. Ja. Ja. Zou een potentiële idee van de overheid ook kunnen zijn van nou als die bedrijfjes met onze data dienst gaan ontwikkelen, dan kunnen wij die dienst afstoten. Ja. Zou dat er ook bij zitten? Daar kom ik straks op, want dat is een van de... Je hebt nu de compacte overheid als gedachte bij het nieuwe kabinet. Ja. Ze willen naar een kleinere overheid, dus daarom zijn ze ook zo geïnteresseerd in open data. Want je zou daardoor, ik ben er een beetje sceptisch over, ik kom daar straks wel op terug in de presentatie. Nou ja, publieke dienstverlening. Veel overheden denken dat ze efficiënter, of hopen dat ze efficiënter en effectiever kunnen werken als zij data vrijgeven. En ook gebruikers bijvoorbeeld waarde laten toevoegen aan die data. Denk bijvoorbeeld dat je een kaart kan maken met waar allemaal crime in jouw omgeving gebeurt. En laat bijvoorbeeld burgers daarop reageren of zelf toevoegen. Zo krijg je een interactieve crime map. Dat hebben ze bijvoorbeeld in San Francisco, crime spotting. Politieke wil is er in veel landen. Maar hoe kom je nou tot hergebruik? Want je kan je als overheid kan je je data wel vrijgeven. Maar ja, dat gebeurt nog niet veel. En vervolgens moeten ondernemers... moeten